Een bus te water, een omvergereden lantaarnpaal. Een bus met veel schade en wonder boven wonder, geen gewonden. Het zijn de resultaten van een ongeval op de Van Teiningenweg in Kamerik. Daar knalde woensdagochtend een bestelbus op een bus die vanaf een erf de weg opreed. Door het ongeval draaide de zwarte bus een 180 graden om de as en schoot de witte bestelbus een 30 meter door en via een lantaarnpaal het water in. De Van Teiningenweg is in verband met de berging van de voertuigen 30 minuten afgesloten geweest.